heeft God gedaan? Of de natuur? Dat weet ik niet. Het allerbijzonderste aan een vlieg is zijn oog. Dan bestaat hij heel veel. Heel goed. Ja. Yeah. Zo. Kijk uit, Rich. Wat jij wil. Zo. Kom je uit het circus? Mama. Ja. Ik ben een gekke dier. Hij denkt nog vissen, Rich. Mama! Lopen. Yo, kijk hier op het gras. Ja, een beetje slimmer. Hè? Huh? Ja, beetje slim. Auto. Hier kan je ook zien dat er wespen lopen. Toch, mama? Ik ga het zo wel zeggen. Ik heb het op een krokodil gespaard, op een haai, op een vis. En dan pakt hij je. Die was want elk visje hebt tanden, wist je dat? Maar behalve karpers. Nee, die hebben hele grote. Sommige karpers hebben ook tanden hoor. Nee hoor. Oh, karpers, die hebben geen tanden? Ja, maar sommige wel. Ik zat aan een snoek te denken. Oh ja. Hier kan je denk ik wel vissen. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja, ik denk dat dit het beste plekje is. Je zit er veel, hè? Nee, je zit er te weinig. Je zit er echt weinig. Nee. Heb opa ze weer in de sloot gegooid? Ja. Weet je wie hier ook vroeger stond toen ze klein was? Oma Mine. Waarom? Die hadden ook hier een camping. En nu? Nee, nu niet meer. Hoezo dan? Weggedaan. Waarom? Vis! Een hele grote vis. Hè? Zo, zag je die kring, hè? Ja. Die was wel gaan we daar vissen. Kijk uit, die. Ik ga hier altijd even doen. Ja. Is dat gehaktballentoren? Gehaktballentoren. Kijk uit, ietsje naar voren. Kietelen. Oh, ja? Ja. Wat een doekje, pap. Ja. Dus heb jij die meiden? Ja. Huh? Ja. Waar? Ja. Geef mij. Nee. Ja, maar moet je ook meiden hebben. Nee. Ja, geef maar even een bakje. Bakje en dan komt hij teruggeven. Dat groot. Zag je ze terug hoor. Kijk aan. Kijk aan, hoe mooi ziet hij eruit. Ja, zo blijven staan. Ga je doen, Rome?
Romy, waar gaan we heen dan? Een soort van kinderboerderij. Een kinderboerderij. Oh, auto. Oh. Ik ben benieuwd wat ze daar allemaal hebben. En jij? Ik ook. Waar is er? Een stukje verder nog. Nog een half uur lopen. Hé. Hey. Half uur. Okay. Nee joh, grappie. Kom. Gaat die visjes vangen, denk ik, Rome? Kom. Kom gauw. Lukt het nog? Nog een klein beetje. We zijn er, Rome. Kijk hoeveel. Hele mooie. Fijn, ja. Vogeltjes zijn er. Wat doe je? Verschrikkelijk. Kijk hier. Kijk, oh, kijk eens. Kijk hier, rompen. Waar? Oh, we gaan eruit. Oh, die dikkie. Katharina parkiet. Kom aan. Oh, hier heb je allemaal vogeltjes. Hier stinkt het niet, denk ik. Ik ga kijken welke jij de mooiste vindt, ja? Ja. Die zien er heel veel uit. Ja, maar heel mooi roze. Zalm. Die. Oh, kijk die dan gewoon. Die is ontploft. Die witte. Een babytje geweest, denk ik. Die witte. Ja. Zo, het is wel heel heet, hè? Ja. Welke vind jij de mooiste? Die witte vind ik wel. Oh, die is wel heel klein, ja. Hallo. Hallo. Mooi hè? Parkiet of zo. Hoi. Ja, maar als je konijntjes hebt, zie je wel? Ik zie nergens hamsters. Ja. Er zitten echt kippen in, ja. Oh ja. Waarom eigenlijk? Hebben ze gekocht? Oh, die is mooi. Ja. Voor bij oma in de tuin. Nee. Kippen. Oh, kijk nou. Kijkertjes hier. Ja. Die zitten allemaal op de stok. Die zitten op die stok. Die ook. Die. Hallo. Wil je kip? Nee. Nee hè? Oh, die zijn leuk. Zwarte. Daar. Ja. Gaan het eten, Zero? Ja. Toen was hij hele kleine varkentjes. Ja. Hier hebben ze konijntjes wel meer in.
zijn ze, zie je? Hallo! Biggetjes. Kijk, deze is er. Nijntje. Hier heb je nog meer. Het lijkt wel Bono, die gekleurde. Ja, die vind ik leuk. Die bruine? Ja. Die zou ik wel willen hebben. Die? Die vind ik ook leuk. Kijk hier, kijk hier. Oh ja. Die wil ik hebben. Die eieren. Papa. Dunny. Ik hou de eieren, ik hou. Waar ben je? Een kaviaartje, babytje. Kijk. Hij heeft zijn holletje. Waar ben je? Je wordt boos. Zie je? Daar is die. Kijk, daar is hij. Waar ben je? Berg. Die wil ik. Ik vind wel een heel groot konijntje voor zo'n hok. Ach. Kijk, die vind ik leuk. Kijk die helemaal in die dingen liggen daar. Maar kan je die konijnen kopen? Ja. Kijk, die vind ik leuk. Hier ook nog. Kijk, mevrouw, mag ik deze hier? Mag je deze eieren? Jij moet je vinger door de dingen doen. Door de tralies. Dat is wel leuk. Een babytje hier. Die wil ik echt hebben. Wat? Groot hè, Rome? Ook allemaal kippen. Mee moe, schat? Geen kippen. Kijk, hier regent het. Hier hebben ze nat gemaakt, zie je? Ik denk omdat het zo heet is. Naar oma. De eieren. Zo. Zo, kijk dan hoe groot Rome. Ik hou het niet van. Van die kippen niet? Nee. Zijn groot hè? Ja. Een ezeltje. Zijn die? Kalkoen? Weet je waar te zijn? Herriemakers, hè? Zo! Die zijn mooi. Kijk, een witte pauw. Ik zie geen hertjes, Ro. Ik zie geen hertjes. Wel struisvogels. Ah, kijk die witte. Ze hebben het zo warm, zie je? Wij ook. Hoe gaan we eruit? Zo, kijk die grote poten. Ja. Kijk dan, Rome. Maar kijk die nagels. Ja. Mooi, hè? Maar ja, even groot als jou. Ja.
Zo lekker zeg hier. Is hier maar, Roon. Terug gaan. Hè? Ook geen simmer. Stinker, hè, overal. Hè? Lijkt wel wormen of zo. Ja, kom. Gaat hier aan? Wat hebben we allemaal gezien? Wat hebben we allemaal gezien eigenlijk? Konijntjes. En welke kippen? Volgens mij hadden die in een broek gepoept. Of niet? En lekker zwembad in? Ja. Wat voor ijsje neem jij? Ik weet het nog niet. Hier ga ik echt op het gras leggen. Wel lekker in de schaduw. Ja. Nou! Hier, maatje! Maatje? Spelen met de pistool! Nou, broers, broers tegen elkaar. Ja, maar wacht! We spelen met z'n drieën! Wacht! Wie loopt? Waar zit hij? Oh, daar. Niet door. Headshot. Nee, niet op die dingen. Headshot. Ah! Ah! Nou. Nee, ik ga omkleden. Ik ga omkleden. Ja. Hoezo? Papa. Ah, nee. Juryleden, hè? Ruudje Klein, hè? Ruudje is ook jurylid. Wie je moeder erin dan? Kijk hoe die loopt, hè? Onthouden. Omheen. En dan moet je weer zo. En dan moet hij er nog steeds op leggen. En dan loop je om die afhang heen. Dan kom je terug en dan is je challenge gelukt. Voorzichtig, wat een ei. Het is een zacht gekookt ei. Het is gewoon een rauw ei. Ja, het is gewoon een rauw ei. Als die valt. Nee. En ja, dat weet ik. Ik wil even. Als die valt, is de challenge mislukt. Ja. In welke bak moet je in die blauwe? Nee, let maar op hoe die het moet doen. Niet vasthouden. Ah, hey. Overnieuw. Als je met handen weet, kom maar opnieuw. Nee. Nee, het moet wel eerlijk spelen. Is dat een nepheid? Nee, het is echt hij. Want ik ben de jury. Ik loop even mee. Ja. Ik loop even mee. Dat gaat goed. Ja. Dat is één. Oh, die been pak. Ja, daar terug naar de jong en om die en dan ben je geslaagd. Voorzichtig. Kom maar eens. Kijk uit. En nog één keer terug. Ja, en dan ben je geslaagd. Oranje. Goed zo, Rins. En nu ben ik. Nee, wacht even. Ja. Ik vind het echt knap, hoor. Oma, ik heb het.
jij vasthouden, hij geeft en dan ben je geslaagd. En nu mag ik... Yes! Ja, nu mag jij dat je Pokémon uitzoeken. Wat heb je gewonnen? Jouw challenge? Hey. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Heb je gezien wat Ritje gedaan? Ja. Wow. Moet hij dat ook doen? Ja, natuurlijk. Jij zegt dat, ja. Radion. Heb jij dat ook gedaan? Nee, zij moet een tekening maken. Maar zij mag ook dat doen als ze wil. Ja, dat nou, hier zo. Jij dan ook? Zijn er nog één. Ja, lopen. Ja, maar jullie ook. Maar dan mogen wij ook twee, toch? Nee, eerst één challenge. Kijk, ik heb even... Jij... Hé, hey. Ritchie. Wij mogen dan ook twee potjes. Ritchie, je opa roept. Kijk eens, ik heb... Grote. Nee, grote! Nee, challenge. Jij hebt een andere challenge. Challenge. Nee, Dion heb die. Even wachten. Om het dingetje heen lopen, jouw wordt er. Concentreren, Dion. Even nieuw beginnen. Challenge mislukt. Hij is die nog in. Ja, ze. Niet met je handen aan zitten, hoor. Goed zo, jongen. Nou, oké, andere challenge dan maar. Ja, Nee. Ja, nou, jij bent gezakt voor je challenge. Ja, geen, jij hebt niet gered. Ja, om het blauw heen. Dan moet ik hier. Om het blauw heen. Kun je zo weer proberen, Dion. Als je slaagt, dan krijg je... Om het blauw heen. Dan een grote lepel. Ja, maar dat was even een grapje, toch? Jij krijgt ook een grote lepel. Want dat je het kind verlepel. Een theelepel. Dan krijg je een kind een theelepel. Dat is voor mij. Goed zo, Naomi. Jij mag ook zo. Oké. Pap, doe je deze voor mij? Goed zo, Room. Papa, doe je deze voor mij bewaren? Kijk deze. Wat zegt dat? Opa! Kijk, hè. Nu weet ik het. Dan. Nou weet je het. Ja, schat, opa, wat is mijn opdracht? Ja, hij volgt deze de knop. Ga je gang. Om die oranje. Is hij gelukt? Goed zo. Bijna. En deze? Nee! Die is wel makkelijk, hè? Denk je. Goed zo, Room. Let op, hè? Ik wil die. Mag ik die? En zelf, hè? Ja, toch? Goed zo, Room. Romy kan het ook. Yes! Goed kijken. Let op het laatste stukje. Het laatste stukje moet je rennen. Nee! Yay! Yeah. Nou, mag die om, hè? Om die? Wat is mijn terug. Challenge? Ja, jij hebt al een challenge gedaan, toch? Ja. Jij bent hierna weer aan de beurt. Loop. En opletten. En niet met je handen erom zitten. Goed zo, die om. Ik loop mee. Maar niet hem aantikken, hè? Nee. Goed zo, die jong. Knap hoor. En dadelijk zag hij. Opletten. Radio, Rich. Om die heen. Goed zo, die jong. En kijk in jouw kaart. Oké. Ja, daar komt die jong hoor. Die krijgt ook zijn kaartjes. Opletten, die jong. Opletten. Nog een keertje op die oranje, hè? Nee, dat hij dat gedaan. Hij is klaar! Yay! Mijn challenge nu? Nee, dadelijk weer. Vanmiddag. Hebben jullie alle drie een challenge gedaan? Ja. Alle drie een challenge en dan gaan we er straks nog één doen. Ja, je hebt er twee! Nee, heb ook één pak. Allemaal één. Je hebt allemaal. Nou ja. Oh, maar dom. 30. 31. 29. Oké. 20. Ja, waarom deed je dit op? Ja, ik denk ja. Mascotte van papa. Hey. Ja. Ja. 30. Heb je er nog één? Nee, ik had het. Oh, je hebt snoep. Oh, je bent eruit nu. Ah. De jongens zijn niks. Ja, zo wat. Hey. Hij doet het ook nog. Goud, Ruud. Ja, echt.
Ja, dat is koud, hè? Hij doet het wel, Molly. Molly blauw. Hey! Ja, nog één potje. Eén, nog één. Ja. Doe het niet meer, want mijn geld kwijt. Ja. Hebben we nou teruggewonnen, toch? Ja. Zonnes, die zijn hier net op. Kreeft gevangen, goed zo. Kijk uit, hè. Heb je eruit gehaald? Nou, probeer wat we gisteren ook deden. Ik en je vader tegen jullie drieën. Ja! Ja, zo. Maar dan moeten we wel boven, van iemand kunnen lenen. Mogen we nog via die bol heen, of niet? Die grote? Ja? Ja. Jawel. Ik ga ook mee. Ja, nou, maar want die grote is een echte voetbalbal. Ja. Ja, dan speel ik met... Laat messiebal. Speel ik met Ruudje tegen jullie drieën. Ja. Spelen we jullie helemaal dronken? Nee hoor. Maar papa was er heel goed. Hup, de meisjes weten eens wat voetbal is. Of jullie doen de meisjes tegen de jongens. De jongens weten niet wat afwas is. Ja, de meisjes tegen. Nee, de jongens tegen meisjes. Oké, okay, wie is dan eerst eentje? Want we hebben drie meisjes en drie jongens. Ja, toch? Drie, ja. Ja, dan ben ik. Wie gaat dan meedoen? Dan ben ik de scheidsrechter. Oké, okay. Drie jongens en drie meisjes. Dan ben je met oma en Stef. Ja. En dan is Rudy de papa. Richie en Dion en ik ben de scheidsrechter. Ja. En dan ben ik stiekem voor de meisjes. Dan ben ik verliefd. Wat dan? Zeg Ruud. Je hoeft niet altijd voor de meisjes verliefd te zijn, hè? Nee. Wat dan? Want dan vind je elkaar gewoon. Leuk. Ja, gewoon leuk. Oh, maar die hebben we toen ook gevangen, toch? Ja. En Kwet kan helemaal niks doen. Oh, zielig. Eentje niet. Even wachten. Je moet er nog zitten. Oké. Okay. Kijken of je het heel lang volhoudt. Niks aanraken. Wat zeg je? Niks aanraken. Niks aanraken. Hoe lang hou je dit vol? Ik denk 500 minuten. 500 minuten. Ik ben benieuwd. Dadelijk zit je er vannacht nog op. Hey. Of zit je wel lekker? Nee. Niet? Nee. Hij doet een challenge. Tot vannacht zit hij erop. Ik denk dat hij bijna gaat omvallen. Ik denk het niet. Hij zit te staan. Ja. Hij zit ook in, denk ik. Dion. Stef? Ja? Ja. Ik blijf hier tot vannacht op, hè. Anders kan je vanavond niet vissen. Ja, dan ga ik dan wel doen. Ja, dan gaat hij toch wel leven. Mam, ik wil die bankjes eraan doen en dan gaan ze leven. Ja, maar ze leven sowieso. Anders lokken ze die visjes niet. Toch? Ja, dat is het. Hij zit in je schoen. Aan de kant. Nee, ik niet. Ging Romy niet mee?
gaat ook vissen. Gaat ze ook vissen? Dat kan niet. Weet je zo? Nou. Er is een vishengel om dit te doen, maar er zit geen haakje aan. Oh, kan opa toch maken? Hij heeft geen haakje mee. Niet? Nee. Mam, kan dit? Toch, pap? Ja! Nee, viel eraf, of niet? Ja, ik heb hem ook bijna. Zo vast houden, ja. Naar je dobbertje wijzen en stil houden. Kijk uit voor de auto. Dat is een hele grote auto. Mama, hij komt er steeds aan. Ja! Hij gaat niet onder. Hey. Hallo. We hebben een visje. Die is perfect! Okay, nou. Ik ga Emma hier. Nee, we gooien ze terug, toch? Ga maar Emma halen dan, ja, bij oma. Ja, neem maar gelijk mee. Ja. Maar opa, of is die te groot? Ja. Ik ga hem alvast meedoen. Ja? Het is echt zo lang. Deze vishangel is zo goed. Hij is iets te groot. Oké. Hoe ga ik de water in? Bij mij zat er eentje. Ik zag een visman net. Die kringetjes, daar zitten dan vissen. Toch, pap? Ja. Bij die kringetjes. Oei. Ja, ik zag er een. Nee. Onder de brug is die nu. Ja, ik zag er een zo eronder. Kleintje? Ja. Ik zag er een daar. Hoi. Is die los? Ja, maar ze zit wel een beetje in de kring. Oh, kijk. Nu kan je ook iets vangen. Je kan daar een eend vangen. In de knoop. Ik ga hem wel pakken. Bijna, Reet. Oké, ik heb gewoon een boem, 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 boem. Ze komen straks. Ja. Zo. Zo. Opa laten zien. Ga opa gaan roepen. Opa laten zien. Ga opa gaan roepen, hè? Als een joekel. Ja, dat is ja. Kijk, dat is een zie je? Oh, dat is een braas. Oh, die moet je. Oh, die steken toch? Die steken toch, of niet? Oh, hij is gelijk los. Kijk uit die stekels, hè, jongens. Zo, kijk eens hier. Pak die baars even. Nee, kan niet, die heeft stekels. Jongens, ga zitten, auto. Kijk maar. Heb je pijn? Let op, hè, Ro. Ik heb steken. Kijk uit dat die drops niet in je ogen komen. Er zitten allemaal beesten in. Ja. Heb je al wat gevangen? Laat die mijn opa zien. Ja. Nee. Wel een mooie vis. Hij steekt toch, zeg jij? Wel een mooie vis. Kijk wat een mooie vis ik heb gevangen. Ja. Zet je hem bij oma uit. Zo fort. Wow. Dat is wel heel mooi. Lopen. Ja, dit is mooi. Lekker vriend. Opletten, Ro. Ja, een mooie buis hoor dat. Ja, ik zie hem zo rennen. Eerste vis. Kijk eens een foto van die jongen met die vis. Jan? Oma, je doet. Kijk, oma.
Mooi, hè? Kijk nou hoe die mighty baas is. Ja. Ik heb de mooiste vis van iedereen. Ja, iedereen. Romy. Mag ik hem ervan halen? Ik pak hem. Mag ik hem ervan halen? Kijk uit. Kijk uit met hem. Dat haakje. Ja, ik heb hem. Laat papa maar afhalen. Nee, ik hem. Ken die wel? Nee, dat ken die wel. Ja, ik ken het wel. Ja, tuurlijk. Ja, ik kan dat ook nu, hè? Voor zich is echt bij handen. Ja. Dat is een goede maat. Die moet opa hebben. Ja. En die heb ik gevangen. Ja. Eigenlijk moet je ermee op de foto, Room. Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. Ik denk dat jij er weer van is. Kom, Patricia. Patricia en Romy. Patricia en Romy. Kom, Patricia. Pam, papa. Kom, papa. Zal ik je ook nog een keer? Tuurlijk. Maar ik ben met die. Ik ga 10 keer. Ik ga 5 keer. Nou, dat zou ik maar niet doen, hè? Want dan heb je een heel. Wat gaan jullie vangen dan, jongens? Ik echt snoep. Room, wat vang jij? Ik heb nog een. Dat kleine visje natuurlijk. Zo. Wat? Je hebt hem in de knoop gedaan. Papa, weet je wat Romy deed? Nee, dan bijt hij de vissen dood. Dan bijt hij de vissen dood. Papa, nee, hou op. Mag ik? Nee, ik ga hem eruit. Geef aan die zwaan daarachter. Daar. En die zit daar ergens. Nee. Doe hem in de bak. Nee. Bij ons. Nee, die hebben we niet samengevat. Oké, die heb ik gevangen. Ik ga die daar alleen groot vangen. Ja, maar dat mag ook. Maar we hebben die wel samen. Dit heeft hem met de hengel gevangen, hè? Ja. Weet je, ik had gisteren ook nog eentje gevangen. Ik mag altijd nog heel even opleiden van papa en mama, want het is weekend. Oh, maar het is heel laat. Mag dat? Maar het lijkt niet heel laat. Ik denk het vandaag niet.